Eigenlijk is dat begonnen direct na de Tweede Wereldoorlog. Toen er een totaal gebrek was aan alle materialen en aan alle elektrische dingen, alles wat de mensen maar nodig hadden. Mensen wilden toch overdekt gaan rijden, dus niet altijd op die motorfiets. Dus gingen ze maar hele kleine autootjes maken. Weinig middelen nodig, lekker goedkoop, lekker licht, weinig belasting enzovoorts. En simpel te maken. Toen ik 14 jaar was, kocht ik een motorfietsje, wat ik nog steeds heb. Toen ik 18 jaar was en begon met mijn studie, had ik inmiddels 3 motorfietsen, waarvan 1 heel snel, heel hard kon rijden. Toen ontmoette ik mijn vriendin, die nu al ruim 15 jaar mijn vrouw is. En die vond het allemaal maar niks. In de zomer wel, maar in de winter was het veel te koud en te nat. Toen wilde ik een autootje hebben. En in die jaren, ik weet niet hoe het nu is, mocht je met de rijbewijs A, wat ik had, mocht je ook in een scootmobiel rijden, wat toen scootmobiel heette. Tegenwoordig heet dat dwergauto. Dus toen heb ik mijn eerste dwergauto gekocht. Een Heinkel driewieler. Daar veel plezier aan gehad. Toen we gingen trouwen heb ik hem verkocht. Om een patiënten te hebben. En toen lag het 20 jaar lag alles stil. En toen zag ik kans om weer een dwerghouten te kopen. En die ben ik gaan restaureren. En daar ben ik nu 30 jaar mee bezig. 40 jaar bijna. Dit is dus een echte auto, een Shelter, bedacht door iemand die vliegtuigbouw heeft gestudeerd, net als ik trouwens, en die zijn eindscriptie heeft gemaakt met als onderwerp een economisch voertuig. Toen hij uiteindelijk afgestudeerd was, is hij deze auto ook echt gaan ontwikkelen en maken. Daar heeft hij ongeveer 6 jaar over gedaan en dat duurde zo lang omdat hij alles, 95% van deze auto ook inderdaad zelf ging maken. Hij ontwierp natuurlijk alle staaldelen, het aluminium, embleem, allemaal duidelijk. Maar hij ontwierp ook nog de motor, omdat standaardmotoren weliswaar veel goedkoper en beter waren. Maar dan zou het autootje langer zijn en hij wilde een minimaal autootje. Zo kort mogelijk, zo smal mogelijk, zo laag mogelijk. Maar je moest er wel met z'n tweeën overdekt in kunnen zitten en rijden. Nou, dat is hem uiteindelijk aardig gelukt. Een van de simpele dingen is dat alles aan deze auto is enkel gebogen, enkel gekromd. En vervolgens aan elkaar gelast. Hier zit dus een lasnaad onder. Dit is enkel gebogen, dit is enkel gebogen. Het dak daarentegen, dat kun je wel zien, dat is dubbel gebogen. Maar dat was toch wel nodig om het nog een beetje een redelijk uiterlijk te geven. Dus heeft de ontwerper, meneer Van der Goot, een pers bedacht en gemaakt waarmee hij een stuk staal onder waterdruk in de vorm kon buigen. En dat is dit dak. En alle andere dingen zijn inderdaad enkel gebogen en heel simpel. Een van de hele simpele dingen is bijvoorbeeld de tank. De tank is integraal, dat zit achter dit hele kleine vulopeningetje. Ik weet niet of een huidige vulslang hier überhaupt nog wel in past. Maar de tank is integraal onderdeel van de carrosserie. Wat voor mij wel even heel spannend en vervelend was. Tijdens de restauratie van deze auto, die ruim 60 jaar had stilgestaan in een vochtige schuur, bleek dat de tank lek was. Gelukkig maar 2 plekken. En dat heb ik door een boordje van de speciale maat te gebruiken. Een dichte popnagels van speciale maat heb ik de tank benzine dicht gekregen. En hij is nog steeds benzine dicht. Ik heb de tank ook niet kunnen schudden om van roest te ontdoen. Maar gelukkig zit in 2-takt brandstof. Zit ook veel olie.
En bij deze overmaat aan olie, zeg 1 op 10, 1 op 15, die tankjes is altijd wel goed vet geweest van binnen. Dus die is niet helemaal doorgeroest. Toen ik aan de restauratie van deze auto begon, toen zat die vol met deuken, gaten, scheuren. Ten slotte had hij ook al 10.000 kilometer op de teller staan. En er was dus echt heel veel aan te doen. Nou is dat, ik zou bijna zeggen, mijn vak. Dit was geloof ik al de 12e of de 13e dwergauto die ik gerestaureerd heb. Dus ik deins daar niet voor terug. Hoe moeilijker, hoe liever. Moet niet te makkelijk zijn. Dus met een heleboel naspeuren om onderdelen te vinden. Met een heleboel knippen en plakken en lassen. En alles wat in het leven maar kan gebeuren. Krijg je dan uiteindelijk toch wel een resultaat. Wat ze zelfs nog kan rijden op de openbare weg. Ik vraag niet hoe, want het is niet erg comfortabel. Het stinkt erg, maar veel herrie. Maar het is wel zo ontzettend leuk. Dus daar doe ik het eigenlijk wel voor. Kerst op de taart is dan een kenteken krijgen, en zoals in dit geval het originele kenteken uit 1958. Legaal bij de RDW en iedereen tevreden, en dat is mijn sport. Bijna alles in deze auto is nieuw, bijna alles, nieuw overdreven. Die komen van internet, dat zijn de originele. Deze was ongeveer rechthoekig en die heb ik om... Door om pannen heen te buigen heb ik die weer in de maat gekregen. Ik heb de oude bekleding gebruikt. Dat kun je ook wel zien. Ik heb ontzettend mijn best gedaan om nieuwe bekleding te vinden waar ook die streep in zat. Dat is niet gelukt. Dus ik heb met ontvetter en poetsen en alles wat iets meer zei, heb ik daar toch redelijk resultaat bereikt. Ik wou het origineel hebben. Ook al omdat in de deuren zit hetzelfde materiaal. En dat is niet netjes te verwijderen en niet netjes te vervangen. Er zit ook wat uitvindingen van mezelf in deze auto. Dat is onder andere iets om de deuren open te maken. Want dat wist meneer Van der Goot zelf ook niet meer hoe het eigenlijk moest. Dus dat is nu een touwtje met benzineslang eromheen. En als je eraan trekt, dan gaat het slot open en dan kun je de deur open doen. Deze raampjes kunnen helaas niet open. Kleine raampjes wel. Met een heel klein stukje geribbeld materiaal, wat uit een stuk koperen dakgoot komt. En zo krijg je een beetje lucht binnen. Maar het helpt eigenlijk niet veel, hoor, want eigenlijk tocht het ook wel gewoon genoeg als je erin zit. Even heel spannend bij de restauratie van deze was de scharnier van de deuren. Bij een van de twee kon ik de pendel keurig uittrekken met wat kruipolie en zo. Bij de ander ging dat niet. Dus dat is ook slijpen en dat soort dingen geworden. En dan een nieuw pianoscharnier zien te vinden wat dan de goede maat heeft. Wieldoppen, die lagen bij de zoon van de maker, lagen nog nieuwe wieldoppen. Dus dat is nieuw. Een vaasje met plastic bloemen, dat hoort natuurlijk bij de jaren 50. Ruitenwisselrubbers, kun je zelf maken. Spiegeltje binnen, was uiteraard gebroken. Maar blijkt dat je bij de bouwmarkt stukjes spiegel kunt kopen die precies de goede maat hadden. Dus dat hebben we ook maar gedaan. Met de klakson hiervoor ben ik ongeveer 3 weken bezig geweest. De klakson deed het wel. Buiten de auto, als je hem op de accu aansloot, deed het niet als je hem in de accu monteerde. Dit was erin, eruit, erin, eruit, erin. Nou, na een keer of 10 of 15 deed hij het ook als hij in de auto zit. Koplampen waren natuurlijk problematisch, waren allemaal gebroken, niet NL gekeurd. Maar als je maar lang genoeg zoekt, dan vind je dat wel. En die werken nu ook. Kan ze wel eens aandoen, daarvoor hoeft hij niet op contact te staan. Zo ziet hij.
Clarkson doet het ook. Dus eigenlijk is het een perfecte auto voor de vakantie. Moet je de vakantie wel hier 100 meter verderop in de buurt houden, maar dan is het een erg fijne auto.